Als je van hier de helpmunt zult komen, dan zal dat toch visueel een behoorlijke impact hebben op het zicht, die toch een integraal onderdeel is van de beleving van hoe het Gravensteen ervaren wordt. Wij zien wel dat de Gentenaar tegen is. We hebben nog geen één Gentenaar gesproken die zegt, ik vind dat een wijs idee. De buurtbewoners van het Gravensteen in Gent blijven zich zorgen maken over de plannen voor de bouw van een nieuw bezoekerspaviljoen vlak naast het historische kasteel. Ze vrezen dat ze dit idyllische zicht op het Gravensteen voorgoed zullen kwijt zijn. Want het paviljoen wordt op een deel van het aanpalende grasveldje neergepoot. Een stukje muur van het kasteel moet daarvoor verdwijnen. Daar wordt er een doorboring in gemaakt. Van ik dacht een meter breed op 2 meter of zo. En dan ook langs de zijkant van het donjon wordt er een origineel raamwerk uit 1180 uitgebroken. En dan onderaan de donjon wordt er ook nog een keer een doorboring gedaan in een stuk uit de 10e eeuw. Dus, en dat vinden wij een beetje onaanvaardbaar om dat te doen. De doorboringen aan de donjon van het Gravensteen zijn noodzakelijk voor de bouw van een liftkoker. Die moet de toegankelijkheid van het historische kasteel verhogen, zodat ook rolstoelgebruikers het Gravensteen zullen kunnen bezoeken. Een soortgelijke lift gebruiken ze ook in de Griekse tempel het Parthenon in Athene en het Romeinse Colosseum in Rome. Gebouwen die veel ouder zijn dan het Gravensteen en waar niemand op zijn achterste poten stond toen de lift werd geïnstalleerd. Ook bij het Gravensteen garanderen we dat de bouw van de lift en het paviljoen met het grootste respect voor de historische waarde zal gebeuren, zegt zowel de stad Gent als de dienst Historische Huizen. Men kan dat kasteel en die erfgoedsite nooit helemaal toegankelijk maken, maar het was voor ons en voor de stad en voor de Vlaamse partners ook wel belangrijk dat de toegankelijkheid van het donjon, dus de eerste en de tweede bovenzaal tot op het dak, dat die gerealiseerd wordt. Het buitenpaviljoen is een ander aspect. Mensen vergeten dat soms, maar dat poortgebouw met de kassein, dat heeft een grote hellingsgraad die voor rolstoelgebruikers op een zelfstandige manier niet te overbruggen valt. Dat is een te groot niveauverschil. En het buitenpaviljoen zorgt er ook voor dat rolstoelgebruikers via die weg naar het niveau van het opperhof kunnen, waar ze dan kunnen de lift nemen om het donjon en zelfs de omwalling te bezoeken. Die beperkte toegankelijkheid, is dat een valabel excuus om die liftkoker te gaan bouwen ten koste van raamwerk uit de 12e eeuw? Dat is ook maar een vraag natuurlijk. We zitten natuurlijk met een gebouw uit de 12e eeuw, daar kun je moeilijk omheen. En die gebouwen zijn niet gebouwd met de idee van toegankelijkheid. Bij de stad Gent zijn ze niet geneigd om de plannen zomaar te laten varen. Het Gravensteen moet mee met zijn tijd en dat betekent dat ook rolstoelgebruikers er welkom zijn. De bouw van het paviljoen en de liftkoker zou normaal gezien volgend jaar van start gaan. Of die deadline gehaald wordt, is nog maar de vraag. Want het actiecomité SOS Gravensteen overweegt juridische stappen tegen de plannen. En ook de voltallige oppositie in Gent heeft bedenkingen bij het project.